Yo, what up? Het is je boy Demo. Je kijkt weer naar Punch Out Battles The Judgment. Dit keer is het een reeks van de kwartfinales. We komen steeds dichter bij die uiteindelijke finale plaats. Ik ben natuurlijk weer met de beste jury van het land. Hier aan de linkerkant heb je Adi Montenegro. Daarnaast El Diep, onze gastjurylid. Aan mijn rechterkant hebben we Kimo en Excellent. En de battle die wij op dit moment gaan bespreken is de battle van Steppa tegen Jackson D. Excellent. Allebei nieuwelingen, eigenlijk met de hak over de sleut, kan je wel zeggen, door in de auditieronde. Ja. Vind je dat ze die kans in deze battle een beetje waar hebben? Nou, het lijkt alsof de big stage nog net een beetje te hoog gegrepen was, man. Auditie is toch een andere pressure dan dit. Dit is een kwartfinale event, een paar honderd man in de zaal. Weet je, de pressure was misschien wat hoger of zo, ik weet niet wat, maar het kwam niet uit, voor beide niet echt goed uit de verf. Crowdreactie was minimaal. Ik kan me nauwelijks misschien voor allebei één of twee crowdreacties over geheel de battle terughalen. Dus ja, de impact was afwezig voor beide heren. Okay, ze hebben een ding gedaan, weet je, maar... Wat miste je een beetje, zeg maar? Als een beetje van alles. Een beetje van alles. Tuurlijk waren er bepaalde elementen die, weet je, performance hadden ze allebei wel. Ze konden allebei wel wat performen. Allebei een klein momentje hier, een klein momentje daar, maar daar gaan we het niet meer redden volgend seizoen. Volgend seizoen wil ik super fire flames hebben, elke battle, elke MC die meedoet. Ik heb geen zin meer in dat er event is bijvoorbeeld met alleen maar matige battles, omdat dat gewoon is wat we hebben, snap je? Ja. Ik wil dat wie je ook randomly opstelt, moet gewoon een dikke kaart brengen voor ons. Je moet gewoon de lat gaat omhoog. Met dit konden ze aan het begin van de next gen nog komen. En dan gaf ze nog kans om te groeien en dit en dat. Maar nee, man, volgend seizoen niet, man, bro. Maar is dit... Volgend seizoen moet je meteen al richting fire zijn. Ja, maar betekent dit gelijk van je ook van, oké, ik trek mijn handen ervan af? Of heb je zoiets van, ik zie wel nog de... Jij bent iemand die heel vaak het hebt over de potentie van... Ja, maar dat zeg ik. Die 10 keer kijken naar potentie, ding gaan we niet meer doen dit seizoen, man. Okay. Dus dat gaan we niet meer doen. Volgend seizoen hebben mensen 10 keer potentie hoger laten zien. In de afwachting van, oké, wordt je potentie nog wat? Gaan we niet meer doen nu, man. Gaan we niet meer doen nu, man. De lat gaat nu echt omhoog. Je moet gewoon echt al met... Je moet de deur binnen trappen nu. Om erin te komen. Gewoon de deur binnen trappen. Heel diep. Ben je het een beetje eens met... Ik ben het eens met X. Maar ik vind wel dat Steppa... hij kan rappen. En wat ik daarmee bedoel is... Hij had gewoon een goede manier. Hij had een goede intonatie. Hij had ook een flow. Dus hij kan het wel. Maar hij moet zijn bargame op Steppa. Okay. We hebben het nu over Jetta. Nee, over Steppa. Steppa Jackson Lee. Ik zit bij Frans al. Alleen Steppa tegen Jackson D. Ik dacht, gaat hij echt met een... alsjeblieft niet met Michael Jackson bad. En ja, dat deed hij wel. En het was ook niet een hele goede. Weet je, niemand kan K-Shine ooit toppen. Qua met die shit, nee, man. Met die Michael Jackson skin. Die extendo. Maar hij kan rappen, Steppa. En, dus, maar bedoel je, hij kan rappen zo van, kan, je wil liever dat hij op een beat gaat? Op een track maar, zou hij... heb je zoiets van... Ja, want op een track let je natuurlijk niet de hele tijd op bars. Ja, dat is een hele andere wereld. Er is een verschil tussen rappen en battle. Precies. Is een totaal ander universum, ja. Bro. Ja. Die dingen zijn zo ver van elkaar af. Het is een parallel universum. Dude, exactly. Ja. Nee, dat kan je niet naast elkaar zetten. Maar heel veel goede battlers die hele slechte muziek maken. Ja, de hele goede muzikanten die geen seconden hadden overleven in de battle. Maar je hebt ook heel veel mensen die heel veel bars hebben, maar niet goed kunnen rappen, snap je? Ja. En hij kon wel rappen. Ja. Dat zag je in die derde ronde, zag je dat van hem. Ja. Die wel lacht. Het leek alsof je een voorbeeld wilde doen. Maar dat ik dat nee, maar ja, in de dacht dat hij naar jou keek. We kennen elkaar gewoon naar jou. Maar nee, ik zie wel potentie in Steppa en in Jackson wat minder. Okay. En waar ligt dat aan? Omdat Steppa ook wel een overtuigingskracht had, toch wel een... Ja, hij heeft een sterke delivery en performance delivery en performance, maar dat moet leiden tot... En dat kwam net niet, weet je. En dat moeten we wel echt hebben volgens seizoen, man. Dat moeten we echt hebben, man. En Jackson, die heeft iets wat Adi vorige keer aankaartte. Te onrustig, te snel. En je moet altijd wat pauze nemen, het was te snel achter elkaar. Te veel. We moeten nog reageren, weet je. Net weer van de precies. Adi, wat vond jij ervan? Ben je uiteindelijk bij de juiste battle? Ik ben nu eindelijk bij de juiste battle. Dit is Cannabis tegen de zesde. Juist. Ik heb zeg wat eerlijk... vond je van dat blaadje dat hij alles in zijn schrift schreef? Zijn godsdorp nog steeds bezig? Ja, ik zeg je eerlijk, ik vond de enige ronde die genoemenswaardig is,
of benoemenswaardig, dat was de derde ronde van Steppa. Daarin zag je, denk ik, dat jullie het ook hebben over dat de gozer kan rappen. Ik denk dat het door die derde ronde komt, want die eerste twee rondes waren met alle respect kaka. En Jackson ook. Ik denk dat het woord van deze battle is gewoon, wat? Bij elke fucking line zit van, wat? Er was op een gegeven moment was er van Jackson ook een ringstaar aaplijn. Ik heb als notitie heb ik opgeschreven, enige notitie. Ringstaart aaplijn, puntje, puntje, puntje. You don't get it. What? Dat is wat? Dat is het jammer van deze battle. Ik denk dat niemand, ik ben toen ex met Kimo, maar dat niemand echt een line heeft gequote van deze battle. Jij hebt puntjes opgeschreven, ik heb vooral vraagtekens. Want ik zat gewoon heel vaak te kijken. Van, er is geen quote, echt quotable. Daarvoor vraagtekens. Dat is wat ik bedoel. Dat is exactly wat ik bedoel. Ja. Uit één zin alleen zei hij van, je bent je ambas zo slecht, van zelfs Frans haalt zijn hoofd. Dat is een barf. Dit is zo'n battle, zo'n kwestie van die boys hebben weer potentie en ze hebben de ingrediënten, maar wij hebben dit seizoen gewoon geen tijd om te wachten tot je gaat leren koken. Je moet al kunnen koken om binnen te stappen nu, man. Snap je? Die boys hebben heus wel potentie. Ze hebben het heus wel, maar ga eerst ergens anders ontwikkelen dan of zo, snap je bedoel? En kom ready erin. Ja. Snap je? Ja, wij verliezen daar te veel mee, man. Het wacht tot boys ontwikkelen en zo. We zijn geen kweekvijver, man. Je moet die komen om te slicen. En meteen ready te zijn om te slicen. En deze boys hebben allebei ingrediënten, ze hebben allebei potentie. Begin van de next gen hadden we die kansen gegeven voor hun om te groeien, maar weet toch? Je moet nu gewoon ready zijn, man. Genoeg potentie om, zeg maar, om meteen door te knallen. Nee, man. Ze gaan visvoer zijn, man, voor die boys op die hogere level. Ze worden visvoer, man. Okay. Dat wil ik ze niet eens aandoen. Dus om mezelf te beschermen, ga even die time chamber in en kom terug wanneer je guns blazing erin kan springen. Snap je? Anders ben je gewoon visvoer. Oké, okay, duidelijk. Ja. Kimo, welke cijfers geef je deze visjes? Deze visjes. Ik heb nog nooit een man of man een vis horen. Zoals jij dat noemt. Ik ben heel zelfverzekerd met mijn, weet je. Ik vond Steppen uit een aparte stem, aparte uitspraak. Ja. En er zit op zich wel flow in, maar ik miste gewoon punches. Ik heb geen enkele punch op beide kanten. En dat krijgt voor mij een onvoldoende, maar geen gruwelijke onvoldoende. Ik krijg voor mij een 5. Dus dat, met een beetje werk kan je naar voldoende gaan. Jackson D vond ik echt gewoon heel vaag. Hij had wel de Frans lijn. Hij had trouwens ook nog een lijn over een guy die achter hem stond. Dat was volgens mij zijn broer of zo, een LARP-line heb ik opgeschreven. En LARP staat voor Live Action Roleplaying. Mm. En die mensen worden altijd door de rest van de wereld gepest. En ik zou ervoor pleiten dat we ze met rust laten. Die mensen vinden het gewoon leuk om ridder te spelen of ork of elf. Weet je, dus laat die mensen gewoon hun ding doen. Laat ze lekker eigenlijk lachen. Als je zo'n nerd wil pesten, ben je eigenlijk zelf een nerd. Maar goed, dat even terzijde. Hij zag het al, ik kon het wel voor me zien. Toen ik hem zag met zijn staart, zag ik hem wel een bel. In World of Warcraft. Maar die Jackson die was gewoon super vaag. Ik laat heel graag aan de kijkers thuis over wie gewonnen heeft. Dus ik geef ook Jackson die een 5. Dus dat is alle twee een onvoldoende. Een vage 5. Ja, een vage 5. Excellent, jouw cijfers voor deze battle? Jackson die een 5, Steppen die 5,5. LD? Ik ga voor een 5,5 voor Steppa. Toch een kleine voldoende. En ook een 5 voor Jackson D. Hetzelfde als X. Adi? Ik geef een 6 aan Steppa. Net aan 6, omdat die derde ronde die heeft hem gewoon gered. En ik geef een 5 aan Jackson. Een 5 aan Jackson. Okay. Ik ga even deze cijfers voor jou berekenen en dan kom ik zo terug met de gemiddelde. Daar ben ik weer en ik heb hele mooie cijfers voor jullie. Jackson D is geëindigd op een 5. En Steppa is geëindigd op een net voldoende 5,5. Natuurlijk zijn deze juryleden niet de enige mensen die kunnen stemmen op deze battle. Ook jij kan je stem uitbrengen. www.punchoutbattles.nl. En daar zie je ook uiteindelijk wie er heeft gewonnen. Ik wil mijn juryleden bedanken. Rechts van mij Kimo en Excellent. Links van mij Adi Montenegro en El Deep. Mijn naam is Demo en je ziet me weer bij de volgende aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Graag.